PSV heeft eindelijk zijn gewenste centrale verdediger binnen. Want Adamo Nagalo is op weg naar Eindhoven. Wat is dit voor type speler en wat voegt hij toe aan het elftal van Peter Bos? Daar gaan we in deze video meer over vertellen, samen met Lars Teunissen. Lars, de zoektocht naar een centrale verdediger kunnen ze in Eindhoven definitief staken. Want eindelijk, ze hebben iemand binnen. Kan eindelijk een vinkje gezet worden. Dat zal ze wel goed uitkomen in Eindhoven. En dat zal Stuart ook rust geven. Ja, wat het voor een persoon is. Ja, 21 jaar, dat zei je volgens mij al in je intro. Hij komt uit Ivoorkust, daar is hij geboren. Maar een van zijn ouders komt uit Burkina Faso. Daar speelt hij ook zijn interlands voor. Heeft hij inmiddels al 15 interlands voor gespeeld. Nou, het is een rechtspoot die ook links in het centrum uit de voeten kan. Daarover straks meer. Maar ik denk waar we het verhaal mee moeten beginnen is dat hij is begonnen in de Right to Dream Academy. Bij velen zullen een lampje gaan branden. Mensen zullen dat kennen van Mohamed Kudus, die ook in de Right to Dream Academy begonnen is. Ja. En via Noord-Zeeland naar Ajax is gegaan. Nou, deze Adamo Nagalo, makkelijk om over te struikelen. Die is ook via de Right to Dream Academy naar Noord-Zeeland gegaan. En Noord-Zeeland zit aangesloten bij die academy. Veel spelers uit Afrika sluiten zich daarmee aan. En komen zo in Europa om daar te voetballen. Verleden heeft ook echt wel uitgewezen dat echt wel als talentenfabriek heeft fungeerd. Noord-Zeeland is dat zeker. Ja. Ja, die pikken gewoon spelers daar op en verkopen ze vervolgens door. Voor een bedrag zo rond de 10 miljoen. Volgens mij ging Kudus ook voor zo'n bedrag ongeveer naar Ajax toe. Nou ja, zo'nzelfde traject gaat deze Nagalo nu doorlopen. En die wordt niet bij Ajax, maar bij PSV gestald. Ja, en ik vind het natuurlijk dat PSV al enige tijd interesse in hem heeft. Wat maakt hem zo'n goede voetballer? Ja, laten we in elk geval zeggen, voordat we te veel in de euforie gaan belanden. Ik ben overigens zeer enthousiast en dan ben ik niet heel snel over spelers. Maar bij deze jongen ben ik echt enthousiast. Dat heeft een bepaald aantal redenen, maar ik wilde er wel bij gezegd hebben. Hij heeft ook nog echt verbeterpunten. Even jezelf indekken voor als het toch over een aantal maanden helemaal niks lijkt te zijn. Maar goed, jij bent inderdaad in de eerste hand helemaal enthousiast. Waarom komt dat inderdaad? Ja, dat komt voornamelijk omdat hij, en daar hou ik persoonlijk ook van, dus ook een beetje persoonlijke voorkeur. Hij kan echt geweldig goed voetballen. Hij durft risico's te nemen van achteruit, maar voornamelijk zijn passing. Echt een splijtende paas. Vanuit het centrum kan die linies overslaan, zowel over de grond als door de lucht. Ja, en dat wil Bos ook graag. Het oogt allemaal wat houterig, maar hij is echt niet bang. Hij schuwt er niet om gewoon in de eigen 16 zelf soms een mannetje uit te kappen. Daar komt dan gelijk weer een keerzijde bij kijken. Het is soms iets te risicovol, maar in elk geval, de bedoeling is goed. Hij wil alles voetballend oplossen ten koste van alles. En dat is gewoon heel prettig om naar te kijken. We hebben hier niet te maken met een of andere wildebras die de ene naar de andere tackle inzet en het verdedigend wel oplost. Nee, dit is echt een voetballer. Ja, dat is precies inderdaad wat heel goed past in dat systeem van Peter Bos. En dus fysiek heeft hij ook wel vrij aardig mee, hè? Ja, dat heeft hij ook zeker mee. Het is imposant om naar te kijken, inderdaad. Tegelijk, daar komt ook een beetje dat houterige vandaan. Want hij is zo groot, zo breed. Ja, dan is het niet gek dat je ergens anders op inlevert. En dat is zijn startsnelheid. Dat is gelijk weer een mankementje. Omdat Bos natuurlijk met PSV heel hoog op het veld wil staan. Ja, een diepteballetje erachter. Nagalo is niet de rapste. Waar je hem wel heel goed mee kan gebruiken. Dat is denk ik echt zijn topkwaliteit van alles wat ik van hem gezien heb. Is dat hij geweldig kan doordekken op de helft van de tegenstander. Dus dan moet PSV wel 1-op-1 komen te spelen. En met de andere centrale verdediger achterblijven. Maar stuur hem vooruit om de bal op het middenveld te veroveren. Ja, dat kan hij als geen ander. In heel veel media, voornamelijk Scandinavische media, worden de vergelijkingen met Virgil van Dijk gemaakt. En vandaar dat ik net zei van hij kan rechts in het centrum, of het is een rechtspoot, maar hij kan ook links in het centrum. Ja, daar staat Van Dijk natuurlijk ook bij Liverpool. Vanuit daar kan Nagalo ook heel mooi wat Van Dijk een beetje een beetje de signatuur van Dijk is, met dat rechterbeen zo openen over de rechterflank. Nagalo heeft ook een geweldige crosspaas in huis. En daarbuiten zijn fysieke gesteldheid doet natuurlijk ook denken aan Van Dijk. Nee, ik denk echt dat dit een wereldtopper in wording is. Alleen, er moet nog wel wat gebeuren. En als ik dan nog één verbeterpunt echt mag aanstippen waar Peter Bos echt met hem mee aan de slag moet, dat is zijn positionering. Hij is soms echt veel te passief. Dus dat doordekken, wat ik zeg, dat is echt een topkwaliteit. Hij heeft ook momenten dat hij, je mag gerust zeggen, nog een beetje staat te slapen. Ja, maar dat, goed. Dat hij er gewoon voor zorgt dat de hele achterhoede uit balans is, omdat hij niet goed staat. Ja, daarin is hij soms nog wat te passief. Dus ja, dan moet hij in groeien. En dan wel hopen dat inderdaad Peter Bos de ideale trainer is om dat inderdaad bij te schaven. En als ik jou dan zo hoor met zijn leeftijd, plus inderdaad ook wel echt de fysieke gesteldheid,
kan dit dus inderdaad echt wel weer een pareltje worden. Wat vanuit nonchalant weer wederom uiteindelijk echt de wereldtop gaat halen. Ja, ik denk, nou ja, dus er zijn twee zaken waar je echt aan moet werken. Dat zijn zijn snelheid en dan voornamelijk zijn startsnelheid. Dat valt denk ik redelijk te trainen. Ja, en dat slaperige, dat dromerige, dat moet eruit. Maar ja, hij is 21 jaar. Dus daar valt gewoon nog aan te schaven. Ja, en daarom zei ik net een wereldtopper in wording. Ik kan me niet voorstellen dat dit een flop gaat worden bij PSV, laat ik het zo zeggen. PSV had op voorhand hadden ze ook Itakura hoog zitten. Nou ja, was je daarvoor gegaan, dan had je wel meer al iemand gehad die er echt had gestaan. Want ja, 27 jaar is Itakura, echt een ervaren man haal je in huis. Maar die kostte 15 miljoen plus bonussen en daar ging Gladbach zelfs nog niet mee akkoord. Nou ja, deze Nagalo haal je voor de helft op. Ja, en hier zit wel gewoon, je haalt iemand binnen die zomaar eens over een x-aantal jaar 40 miljoen waard kan zijn. Conclusie, het duurde lang voor PSV-supporters om eindelijk die gewenste centrale verdediger binnen te krijgen. Maar ze hebben nu een pareltje, eventueel de topper in wording, binnengehaald. Een toekomstige parel. Een toekomstige parel, is dat een hele mooie om af te sluiten. Lars, dankjewel en tot de volgende.